Welkom bij Jaar van de Tuin. Vandaag beginnen we in mijn tuin. Vorige week zag je Annika in haar tuin, vandaag hier. Nou, dit is mijn postzegel landgoed, zoals we dat dan noemen. Klein Leids tuintje. Maar we hebben wel van alles bloeien hier voor de bestuivers. Maar we hebben ook heel veel, je ziet het misschien al, voerunits hangen om verschillende vogels te voeren. We hebben een vijvertje met kikkers en padden en salamanders. Dus het is een drukke bedoeling op toch een heel klein stukje tuin. Hier zie je al de zomerklokjes waar we het laatst over hadden. Super makkelijke plant en je ziet het, ze staan hier een heleboel. Ik ben een groot fan ervan. Dus dit is ons kleine landgoed waar we van alles uitproberen. En alle beestjes zoveel mogelijk naar de zin proberen te maken. Maar ik heb niet alleen deze tuin, we hebben ook nog wat groen naast het huis en dat ga ik jullie nu laten zien. Ja. Nou, dit tuintje is aan de overkant van ons huis, dus dit is gewoon openbaar gebied om het maar zo te zeggen. En we zijn hier al een paar jaar bezig met de groengroep. Onze wijk heeft een groengroep, die heet Groengroep Groenoord-Zuid. Dat is heel toepasselijk, zullen we maar zeggen, toepasselijke naam. En met een aantal groene buurtbewoners zijn we heel erg innovatief bezig om onze wijk zoveel mogelijk te vergroenen. Voor onszelf, maar ook voor de beestjes. En dit is daar een van onze laatste projecten van. Dit noemen wij de vlindertuin. Dus wij hebben dit zoveel mogelijk aangeplant voor de vlinders en de bijen. Dit is vorig jaar aangeplant, dus het is nog een beetje kaal her en der. Maar je ziet er wel al echt al hele mooie dingen tussen staan. En dit houden we dus bij met buurtbewoners en we doen nog meer in de wijk. We hebben een tiny forest, we hebben heel veel vogelkasten geplaatst in de wijk en zelfs een heuse gierzwaluwteel. Ik kan daar echt nog uren over doorpraten, maar dat doen we gewoon een andere keer. Want in de studio wacht Marijke Langveld, zij is onze gast vandaag en zij is docent ecologisch ontwerpen onder andere. En zij gaat mij helpen vandaag met de uitzending die vooral gaat over heggen en schuttingen. Want er zijn heel veel schuttingen in de stad. En die hoeven niet allemaal eruit te zien alsof ze net nieuw uit de bouwmarkt komen. Die zijn vaak voor mij een beetje saai. En we hebben dus heel veel voorbeelden verzameld van hoe zo'n schutting er dan wel leuk uit kan zien. Dus kom mee naar de studio en dan gaan we het daar snel verder over hebben. Nou, Marijke Langeveld is bij ons aangeschoven. Hoi Marijke. Hi Kees. Jij bent, zei ik net al, onder andere docent ecologisch ontwerp, waarbij je vooral op de ecologie richt. Wat houdt het precies in? Wat is het voor een opleiding? Het is docent ecologisch tuinontwerp. Het idee is dat mensen opgeleid worden om tuinen te ontwerpen. En dat kunnen grote opdrachten zijn, kleine opdrachten. Maar wel met de centrale focus op dat het ook een ecologische opleiding is. Oké. Okay. Ja. Dus met de goede planten voor de bloemen, voor de bijtjes en vlinders. Ja, van welke functies en, hebben verschillende planten. Een klein beetje focus op welke planten komen hier in Nederland van oorsprong voor. Ook omdat je natuurlijk ziet dat veel soorten gewend zijn aan de Nederlandse soorten. Dus dus een stukje inheems, sommige soorten die kunnen bepaalde voedingsstoffen opnemen uit de bodem. Hoe zet je ze bij elkaar en hoe ga je dat dan allemaal bij elkaar zetten in een mooi ontwerp? Dat klinkt echt super interessant, maar dan neem ik ook aan dat je zelf wel iets met tuinieren hebt. Ja, ik ben eigenlijk mijn hele leven al in tuinen bezig. Oké. Okay. Toen ik 13 was, was ik in de natuurtuin in Harderwijk als vrijwilliger actief. Okay. En daar ben ik gewoon eigenlijk elke week, zeker wel één keer was ik daar. En ik heb daar heel veel geleerd ook over verschillende soorten. En sindsdien ook daarvoor, ook voordat ik ook al veel buiten geweest. En nu de laatste jaren heb ik ook mijn eigen volkstuin en daar geniet ik van. Want jij woont in Nieuw-Leiden, dus jij hebt geen tuin aan huis. Maar we zien hier al een foto. Ik ben echt enorm jaloers op de tuin. Het is echt zo'n mooie werkplek. Alsof je midden in de Rimboe zit, echt heerlijk. Ja.
Want vertel eens over deze tuin. Hoe, want dan heb je, je hebt verstand van nou ja, ecologisch ontwerp. Hoe heb je dit bedacht? Hoe heb ik dit bedacht? Nou ja. Ja, ik laat de ecologie toch heel erg voorgaan. Dus ik heb gewoon meer gekeken van, nou ja, wat komt er uit zichzelf op? Hoe ook gekeken van welke soorten vinden het, ja, wat, hoe krijg ik bepaalde soorten naar mijn tuin. Maar ik heb ook wel heel erg erop gefocust om gewoon zo weinig mogelijk binnen te halen aan nieuwe soorten. Gewoon om te kijken, wat is er eigenlijk al? En er is altijd al heel veel in een tuin. En een andere focus die ik heb is van, ja, het is altijd makkelijker om weg te halen dan om aan te laten groeien. Ja. Dus laat het maar groeien. En ik leef daar dan doorheen. Ja. Dus je laat eigenlijk laat je de tuin zelf het ontwerp bedenken. Precies. Oh, ja. Super gaaf. Ja. Oké, nou, ik denk dat we heel veel van je kunnen leren. En ik ben blij dat je er vandaag bent. Want ja, we gaan het over onder andere heggen en schuttingen hebben. En dat doen we natuurlijk ook met makkelijke planten. Want nou ja, wat jij zegt, liever haal je iets weg dan dat je heel veel moeite gaat lopen doen. Ja. Daarom focussen we ons iedere week op een makkelijke plant. En liefst een paar meer, zodat mensen kunnen kiezen. Dus deze week hebben we 3 makkelijke planten weer voor je klaarstaan. Dat zijn de vuurdoorn, de klimop en de liguster. Nou, voor de makkelijke plant deze week gaan we even op safari bij mij in de buurt. Want de eerste is de vuurdoorn. Nou, die staat hier heel mooi tegen een muur. Kan ook heel goed tegen een heg. Kan in je eigen tuin aan de binnenkant of juist om de buitenkant op te sieren. En het mooie van vuurdoorn is dat hij vrij snel groeit. En je kunt hem zo dun mogelijk knippen als dat je zelf wil. Dus het hoeft geen hele grote struik te worden. Het kan gewoon een heel beschaafd dun hegje zijn. Maar er zitten flinke stekels aan. En dat maakt hem voor de vogels heel erg fijn om tussen te vluchten. En er zitten bessen aan, die zie je hier al. En vooral de vuurdoorns met donkerrode bessen, die vinden vogels heel erg lekker. Vooral in de winter als er veel... Ja, als het koud is. Dus bij de laatste sneeuw die we hebben gehad, zaten hier ook constant merels in om van te eten. Nou, dus de vuurdoorn groeit makkelijk. Hij is makkelijk te snoeien en bij te houden. Maar wat heel erg leuk is van de vuurdoorn, hij stekt heel makkelijk. Dus wat je doet, is je knipt er een takje af. Want ja, snoeien doe je hem toch. En dan rits je de blaadjes ervan af, zodat er nog maar heel weinig bovenin overblijven. Dat ziet er zielig uit, maar dat zorgt ervoor dat hij goed aanslaat. En ik had al een potje klaargezet. Wat je doet, grote truc, je zet hem in de aarde, geeft hem water en hij groeit weer verder. Het is echt een hele makkelijke plant. En het is dus, als je vuurdoorn in je tuin wil, ga naar je buurman als hij er één heeft staan. Vraag om een paar takjes of snoeiafval als iemand in de buurt, als je ziet dat hij aan het snoeien is. En dan kan je zo je hele tuin volzetten of plantjes stekken om weg te geven aan vrienden en familie. Als je ervoor zorgt dat je muur gewoon in goede conditie is, dan heeft hij eigenlijk niks te vrezen van de klimop. Dus ik kan alleen maar zeggen, plant hem aan. Hij is mooi, zorgt echt voor een groene muur. En hier zie je al, er zitten besjes in, goed voor de vogels. Vogels vinden het ook heel erg fijn om zich erin te verstoppen. Maar niet alleen vogels, ook heel veel insecten, spinnetjes, dat soort dingen. En die zijn weer fijn voor de vogels om ze op te eten. Dus klimop is echt een grote aanrader. En als je nou zegt van, oh, maar klimop, dat groeit toch altijd heel erg snel. En ik hoor dat je dan heel veel moet snoeien. Nou, er zijn verschillende soorten klimop te krijgen. Als je nou iets wil wat langzaam groeit, dan kan je kiezen voor een kleinbladige klimop. Nou, wat de naam zegt, hij heeft gewoon hele schattige kleine blaadjes. Groeit heel langzaam. En ja, ga gewoon naar het tuincentrum of naar een kweker en zeg, ik wil klimop. Normaal, allerlei kleurtjes of kleinbladig als je hem wat minder vaak wil snoeien. En dan kan je echt een hele mooie groene wand creëren in je tuin. De volgende makkelijke plant is de liguster. Daar kun je echt hele mooie groene hagen mee creëren. Nu zijn ze nog een beetje aan het opkomen. Je kan het zien, want er zitten een heleboel kleine groene blaadjes in. Hij is wel wintergroen, want hij verliest niet al zijn blad. En dat zorgt er echt voor dat je gewoon het hele jaar fijn groen haagje hebt.
En wat leuk is aan de Liguster, net zoals aan de Klimop en de Vuurdoorn, is dat je hem heel erg makkelijk stekt. Dus ik heb mijn snoeischaar weer meegenomen. En wat je doet, ook weer een takje. Je ritst zoveel mogelijk blaadjes ervan af. En laat alleen wat aan de top zitten. En die kan in het bakje bij de Vuurdoorn en groeit gewoon weer verder. Dus ja, Leiden, wees creatief met je hagen. En er is dus een heleboel zelf te stekken en zelf te maken. Dus ik zeg, ga ervoor. Nou, ik heb een aantal voorbeelden verzameld van schuttingen en heggen in Leiden. Heel simpel, sommige ben ik gewoon een rondje gaan lopen. Andere heb ik toegezonden gekregen. En met Marijke wil ik die graag doornemen. Kijken wat we zien en wat we daar aan hebben. Nou, dit is de tuinkast van Bob van Hilton. Zo noemt hij deze. Heeft hij zelf gemaakt. Ik vind het echt een plaatje. Ja, te gek. Plantjes ertussen, hout. Er kunnen natuurlijk insecten tussen door. En wat leuk is, dit is in de Merenwijk. Zij hebben een hele korte heg en delen dan de tuin met de buren. Ja. En volgens mij geeft dat een heel wijds gevoel. Ja, ja, wij hebben dat ook in onze tuin en dat is echt fantastisch. Omdat je echt het gevoel hebt dat je in twee tuinen tegelijk kijkt. Ja. Oké. Ja, echt een ruimtegevoel geeft. Ja. En hier hebben we een klassieke schutting. Dat is van Antje Jordan in de Lage Mors. Nou ja, je ziet al aan de ene kant mooi een klimplant er tegenaan. Want daar zijn schuttingen natuurlijk goed voor. En wat ik heel erg leuk vind, een stapeltje tegels. En het NK tegelwippen zijn we mee bezig. Dus wat kan je doen met tegels? Nou ja, er een hoopje van maken. Want wat heeft dat voor een voordeel? Nou, er zijn natuurlijk insecten en dergelijke, die kunnen er ook in gaan zitten. En het is voor bijvoorbeeld voor vlinders. Wat je ook kan doen is tegels rechtop zetten. Dan kunnen de vlinders tussen die kieren. Moet je wel zorgen dat het droog is. Dus van de bovenkant ook afdekken. En de vlinders gaan dan in de winter tussen die kieren zitten. Dus je kan het ook gewoon variëren in hoe je ze stapelt. Ja. Oh, wat een goed idee. Dit is ook bij Antje Jordan. Zelfde tuin. Daar zien we de Klimop. Heel mooi. Met een bijenhotel en een voerhuisje. Want dat is natuurlijk ook leuk dat je elementen combineert. Ja. Heel erg leuk, ja. Het zijn wel, de vogels zullen misschien ook wel aan het bijenhotel gaan zitten af en toe. Ja, dat is lekker wat eiwit snacken. Ja. Nou, dit is een filmpje van Annemarie van Dam uit de wijk Vreewijk. En dit is een hele mooie combinatie van verschillende planten. We zien een roos voorbij komen, klimop, ook een bijenhotel, mooi in de zon. Volgens mij staat er een kiwi tussen, zag ik net snel. Een wingerd. Ja, dit is echt een combinatie van alles. Ja, hè? Echt een wilde, hè? En overal hoekjes en plekjes. En die klim op het hele jaar donker. En dan die wingerd, die krijgt dan strakjes blad. En de kiwi ook. Ja, ja, want dat leuk. Is natuurlijk ook wel leuk. Dat, we hebben het heel veel over ja, hoe maak je het nou groener voor de beestjes. Ja. En de vogels en de bijtjes. Maar ja, met zo'n kiwi, dan heb je er zelf natuurlijk ook nog extra wat aan. Ja. Want dan pluk je echt de vruchten uit je eigen tuin. Ook een mooie ligusterhaag. Dus dat is ook wel goed te combineren. Het goed maken voor beestjes en dan bijvoorbeeld... En voor jezelf ook nog wat te eten. Ja. Lekkers uithalen. Waarom niet? Ja, dat is echt een mooie combinatie. Ja. Er zijn genoeg planten die dat combineren. Druif bijvoorbeeld ook. Ja, ja. Tuurlijk. En die klimt natuurlijk ook makkelijk. Nou, dit is een laurierkers, geloof ik. En ook leuk, ook uit de Merenwijk van Mara de Groot. En nou ja, kennelijk is dat iets in de Merenwijk. Zij delen ook hun tuin voor het weidse uitzicht. Ja. Ik vind het een mooie tip voor Leidenaren. Dat als je het goed kan vinden met je buren, stel het eens voor. Dan vergroot je alleen maar het gevoel van je tuin. En deze is wintergroen, hè? Dus ook gewoon lekker het hele jaar... Het hele jaar door, donker. En volgens mij heeft van die rode bessen, volgens mij lusten de vogels dat ook wel. Oké. Okay. Dus ja. En makkelijk in onderhoud, geloof ik. En heel makkelijk, ja. Okay. Dus dat is ook zo gratis erbij, een makkelijke plant. En dan gaan we naar de volgende. Ja, dit is een hele andere orde.
Maar mensen die wel eens over de Maresingel fietsen, kennen dit fenomeen misschien. Dit is van Finette Hendriksen uit het Noorderkwartier. En het is weer iets heel anders wat je ook met je erfafscheiding kan doen. Ze heeft vaak bloemen ertussen staan, maar volgens mij ook kruiden. Dus eigenlijk hier zou je ook nog bijna een soort van mini makkelijke moestuin in kunnen maken. Ja, ja, gewoon kleine kruiden, marjolein of zo. Of wat is het? Lavendel. Misschien, ja, het vraagt wel veel onderhoud van die kleine potjes. Ja, ja. Ja, daar verkijken mensen zich misschien in. Maar je moet natuurlijk wel veel water geven. Ja. Zeker met onze droge zomers. Ja. Oké. Maar in ieder geval, ja, ik vond het een hele goede afwisseling van alle donkergroen. En dan toch van die fleurige potjes ertussen. Dit is ook het is ook laurier, maar dan Portugese laurier. Is dit dan net zo makkelijk in onderhoud? Weet ik eigenlijk niet goed. Ik ken deze soort niet goed. Hij ziet eruit als dat hij wel dat hij gewoon groeit. Ja. Nou ja. Ja, en de echte laurieren kun je natuurlijk ook in je tuin zetten. En dan kun je er ook soep. Lekker je kan soep. In je soep of in de pasta. Oké. Okay. Ja. Nou, geweldig. Nou, dit waren dus gewoon wat voorbeelden. Wat heggen en schuttingen in het wild in Leiden. En we hopen je hiermee een beetje geïnspireerd te hebben om die saaie bouwmarktschutting mooi op te vullen met een hoop groen. Nou, we hebben wat bijenfilmpjes verzameld, want volgende week gaan we het hebben over bijen. En die hebben we naar Koos Biesmeijer gestuurd. Hij is bijenexpert van Naturalis. En de filmpjes laten we zo meteen ondertussen zien. Maar Koos, ik heb de filmpjes naar jou gestuurd. Wat zag jij nou precies? Nou, ik zag op twee filmpjes zag ik een bijenhotel. En daar zag ik ook bijen voorvliegen en dat zijn metselbijen. En dan heb je daar een paar soorten van, maar volgens mij zit de gewone metselbij, of de rosse metselbij heet die. En ik zag wat me opviel bij die bijhotels, is dat ze mooi in de zon hingen. En dat daarom ook, denk ik, die bijen er wel blij mee leken te zijn. Er waren een paar gaatjes ook gevuld, dat is van vorig jaar. Ik denk dat deze opnames ook van vorig jaar waren trouwens. Want deze bijen zijn nu net, ik zag net de eerste metselbij in mijn tuin van de week. Dus die bijenhotels, ja, dat zijn prima plekken voor een aantal wilde bijensoorten om te nesten. In het andere filmpje zag je een bij op een willig. En dat was een honingbij. Oké. Okay. En een honingbij is een heel andere bij dan de wilde bij. Ja, dus bijen heb je dus allerlei soorten. Een bij is niet zomaar een bij, om maar Nee, je hebt iets van 360 soorten in Nederland. Oh, wauw. En daarvan is er één, is de honingbij. En dat is eigenlijk een landbouwhuisdier gehouden door imkers. Die maakt honing. Dan heb je iets van 25 soorten hommels. Dat zijn ook bijen. En daarnaast heb je nog dus meer dan 300 andere. Dus zandbijen, metselbijen, bloedbijen, westbijen, noem maar op. Okay. En sommige heel klein, die je niet als bijen herkent bijna. Sommige zien eruit echt als een wesp bijna. Maar die bijen die je nu voor dat bijenhotel ziet vliegen. Ja, dat zijn metselbijen. En die zijn ook bijna meer dan een centimeter groot. En die leven dus in de bijenhotels. De meeste leven in de grond, maar bijenhotels, daar kan je een aantal soorten bijen heel goed in krijgen in de tuin. Hey, en is ieder bijenhotel nou ook goed voor gemiddelde wilde bij? Nee, je hebt, net zoals bij onze hotels heb je enorm veel verschil in kwaliteit en in locatie. Hè? Dus dat soort dingen zijn heel belangrijk. Dus een bijenhotel is goed als het in de zon hangt, dus op het zuiden het liefst, hè? Of op het zuidwesten of zoiets. Je moet veel zonlicht hebben, want dan wordt het lekker warm binnen en dan kunnen die bijen zich goed ontwikkelen. Bijen hebben namelijk, die kunnen zichzelf niet zo makkelijk verwarmen, dus die moeten eigenlijk het van warm weer hebben om goed te kunnen vliegen. Okay. Dus dat is heel handig. En de grootte van de gaatjes is van belang. Op een van die filmpjes zie je ook verschillende grote gaatjes. Dat is heel handig, want bijen zijn ook verschillende groottes. Dus kleine bijen, daar heb je kleine gaatjes voor nodig en andere grotere. En die gaatjes, als je die een centimeter of 10 of zo diep hebt, of iets meer, dan is dat prima. En die bijen, wat die doen, die verzamelen stuifmeel, leggen daar een ei op in zo'n gaatje. Bouwen ze een muurtje, tenminste dat doen die metselbijen. En dan maken ze weer een nieuwe bol stuifmeel, nieuw eitje erop, weer een metselmuurtje. En zo bouwen ze dat vol. Dus op een gegeven moment zie je aan de buitenkant van je nest zie je dat het dat er een soort modder zit. Hè? Dat ze dichtgemaakt zijn. Dat zie je op een van die filmpjes ook bovenin, zie je er eentje.
En die bijen die ontwikkelen rustig en die komen het volgend voorjaar pas weer uit. Dus in zo'n gaatje, in zo'n bijenhotel, daar kunnen eigenlijk een heleboel jonge bijtjes in zitten, zeg maar. Ja, als je, ja, daarom is een bijenhotel wat heel ondiep is eigenlijk niet zo handig. Dus je kan beter zo'n centimeter of 10 hebben of iets in die buurt. Want dan kunnen ze een aantal eieren leggen en dan heb je veel bijen in je hotel. Okay. Maar het punt is ook nog dat de laatste die ze leggen, dus degene dichtst bij de uitgang, is altijd een mannetje. Dus wat je nu inmiddels in je tuin ziet als het mooi weer is en je bijenhotel hangt goed, dan vliegen er al bijen rond en het zijn bijna allemaal mannetjes nu. Oké, die wachten nog op de vrouwtjes. Ja, en zo gauw de vrouwtjes uitkomen, dan paren ze met elkaar en dan gaan die vrouwtjes eieren leggen. Ja. Dus als je nou een heel ondiep hotel hebt, ja, dat is meer een soort mannenhotel. Dus eigenlijk als je zeg maar een 5-sterren hotel wil, dan is het in de zon diep genoeg, gaatjes van verschillende groottes, want dan kan je ook verschillende bijen serveren. Ja. Ja, dat is net zoals bij onze hotels. Dus dan heb je meer klanten, meer verschillende klanten. Ze kunnen een kleine grootte kunnen komen. Ze vinden je locatie goed. Idealiter heb je natuurlijk ook nog bloemen in de buurt. Want bijen hebben eigenlijk bed en breakfast nodig. Hè. Ze hebben een nest nodig, een nestplek nodig en voedsel. Nou, dat kan je dus in je tuin allemaal doen eigenlijk. Op een paar vierkante meter kan je best wel doen voor bijen. Kijk, nou met deze informatie kunnen we echt de perfecte Airbnb creëren voor onze bijtjes. Dat was het alweer helaas, Koos. Ik heb het idee dat we echt nog uren door kunnen praten, maar helaas, de tijd is beperkt. Dus De komende weken gaan we veel doen aan bijen. Dus 17-18 april hebben we de Nationale Bijentelling. En ga even naar nationalebijentelling.nl, want dan kan je alle informatie vinden hoe je meedoet, hoe je bijen herkent en wat je voor ze kan doen in je tuin. Kijk, nou, we gaan daar absoluut nog veel meer aandacht aan besteden, ook volgende week. Dus we hopen jou of je collega's zeker weer te spreken. Alvast heel erg bedankt, Koos. Oké, prima. Veel succes ermee. Tot ziens. Nou, in de categorie van tegeltuin naar tuin met tegel bespreek ik deze week twee foto's met Marijke. Eén is van de tuin die we al eerder hebben gezien. Dat is van Koen en Marjolein uit Groenoord-Zuid. We zien hem hier. We hebben al heel veel gezien vandaag qua voorbeelden. Qua ecologisch ontwerp, wat is het eerste wat jij denkt van dit moet je doen? Tegels eruit, maar ook langs de schutting. Dus zodat je ook echt een klimplant erin kan zetten. Want potten zijn toch best veel onderhoud en vaak ook met water. Of het blijft te lang staan of het loopt niet goed of het is te droog. Ja. Dus haal de tegels eruit en zorg ervoor dat je planten langs de schutting zet. Ik denk ook een lijntje spannen of meerdere lijntjes spannen, zodat de planten er ook tegenop kunnen klimmen. Ja, want het is niet zoals bij een gewone schutting natuurlijk dat je van die plank hebt waar je makkelijk iets aan op kan binden. Ja. Ik denk ook, wat je ook bijvoorbeeld ziet zijn van die rietmatjes of heidematjes. Ah, ja. Dat is ook wel leuk, dan heb je gewoon wat minder dat gevoel van dat je bij een schutting zit, zeg maar. Ja, ja. Dan verbloem je meteen het beton en dan... Ja, en je zou kunnen denken om het, zeg maar... de schutting wat minder prominent en dat je gewoon een wat grotere plant of een soort heg of zo loodrecht erop zet, zodat je een soort coulissengevoel krijgt. Ja. Daarachterin is een goede plek voor klimop, want dat kan ook gewoon in de schaduwrijke omgeving. En dat is ook echt zo'n loos hoekje, weet je wel, waar vogeltjes heel graag gebruik van maken om... Goed kunnen schuilen. Ja, om in te schuilen en niet ook een goede plek voor een vogelhuisje. En dan worden ze niet gestoord door de bewoners. Wat goed. Kijk, daar kunnen we wel mee, want we gaan nog met deze tuin aan de slag natuurlijk dit jaar. Ja. En we hadden het heel even snel over een druif. Zou dat dan ook nog kunnen in deze tuin? Het hangt dan een beetje vanaf of het op zuidwest staat. Een druif hebben wel veel licht nodig, dus anders dan krijg je geen druiven. Dat is dan weer jammer. Ja, dan gaan we zeker nog even naar kijken. Ik zou eerder denken aan groenblijvende klimmers. Of het inderdaad een beetje meer verbloemen. Ja. Nou, leuk. Ik zie al een klimmer, dus zo een lijntje staan. Nou, ja. Daar kunnen we absoluut verder mee aan de slag. Ja. Dan hebben we ook nog de tuin van Annette Petit uit de Stevenshof. Ja. Die zagen we vorige week even voorbij komen met de snelle tegelactie. Ja, dit is denk ik het perfecte voorbeeld van de bouwmarktschutting. Ja.
Wat zou je... Ik zie al, nou ja, wat je net zei, een strookje grond zit er al voor. Ja, dat inderdaad. Ja, nou, ik zou sowieso ook gewoon bijvoorbeeld die potjes een beetje weghalen. Want dat ziet er toch, geeft een beetje een rommelig gevoel. Terwijl als je er groen hebt, dan minder. Ja, ja, je kan er natuurlijk wat lijntjes spannen. Of een kleine haag die er tegen bijvoorbeeld inderdaad zo'n liguster of een vuurdoorn of iets wat niet groenblijvend is, is ook wel. En ik zie een hortensiaatje staan. Die kan ook lekker groot gaan groeien. Laat die lekker staan. En geeft lekker veel kleur natuurlijk. Ja, kamperfoelie zat ik aan te denken. Dat is ook echt eentje die lekker ruikt en waar heel veel vlinders ook op afkomen. En er zitten ook besjes in. Kan je die nou ook zelf eten? Of de besjes volgens mij niet. Nee. Je hebt wel een kamperfoelie-achtige honingbes, maar dat is geen klimmer. Okay. Die heeft wel eetbare bes. Gewoon lekker voor de vogels laten hangen dan? Ja. Okay. Ja. Dus eigenlijk zit er best wel veel potentieel, denk ik, in Leiden om... gewoon te vergroenen. Altijd. Niet alleen tegels eruit, want dat willen we sowieso, maar ook gewoon een beetje de hoogte in. Ook de in. Hoogte in, ja. Ja, juist dat verticale, en maak er gebruik van. Weet je, een schutting is een soort noodzakelijk kwaad voor veel mensen. Ja. Maar je kunt ook gebruik maken juist van die hoogte die het geeft. Ja. Oké. Okay. Nou, dat oproep aan Leiden. Maak je schuttingen groen. En goed voor de beestjes, goed voor jezelf, groene omgeving. En ga ervoor. Wees creatief. Nou, we hebben wat updates voor jullie. Want we hebben natuurlijk verschillende acties lopen. Vorige week kondigde Annika aan dat we een speciekuipvijver te geef hebben. Dus geef je op. Mail ons naar jaarvandetuin@leiden.nl. En ik dacht van, zo'n speciekuipvijver. Het is een makkelijke minivijver. Maar hoe ziet dat er nou eigenlijk uit? Ik heb een mooi plaatje gevonden. Dit is, vond ik op Twitter van Carolien van der Meijden. En wat ik heel erg leuk vond, is de opmerking van de vogelbescherming erbij. Een minivijver past in elke tuin en op elk balkon, is snel gemaakt en een enorme verrijking. Je doet het dus niet alleen voor de kikkers en de salamanders, maar bijvoorbeeld ook voor de waterinsecten. Dus wil jij graag een mooie libelle of een mooi juffertje in de tuin, dan is dit je kans. Geef je op. We hebben ook de bollenactie, daar hebben we het eerder over gehad. We willen de grootste inkoop organiseren van biologische bloembollen. We hebben al meer dan 30 aanmeldingen, maar Leiden, kom op, dat kan beter. We willen er absoluut meer. En dan het NK tegelwippen, daar hadden we het vorige week over. En Leiden heeft echt een vliegende start gemaakt. We staan inmiddels op nummer 2. Net onder Lochem, en dat kan natuurlijk beter. Wij gaan absoluut voor de eerste plaats. We moeten het wel nog een poosje volhouden, dus Leiden, blijf doorgaan, blijf tegels wippen. We gaan echt heel erg goed en dit kunnen we gewoon winnen met z'n allen. Dus ga ervoor. Nou, dit was het helaas alweer voor vandaag. Ik zeg het wel vaker, we kunnen het hier nog veel langer over hebben. Maar daar komt goed in de volgende afleveringen. Heb je vragen, tips, leuke do-it-yourself projecten? Word je juist helemaal gek van iets in je tuin? Heb je dringend hulp nodig? Ben je heel erg trots op iets moois? Laat het ons weten. Stuur alles naar jaarvandetuin@leiden.nl, want we zien en horen graag van je. Tegenwoordig vind je ons ook op Facebook en Twitter. Dus heb je na het zien van deze aflevering zoiets van, ik wil er eigenlijk wel iets meer van weten. Of wat was nou ook alweer die makkelijke plant? Zoek ons op en dan krijg je absoluut meer informatie. We hopen je snel weer te zien. Volgende week gaat het over bijen. Tot volgende week.